Is dat jullie caravan? Ja, dat is onze caravan. Oké. Okay. Mag ik hem zien? Ja. We noemen partneracrobatiek. Ben je van elkaar afhankelijk? Ja, alles is gebaseerd op vertrouwen. Ja, zeker. Ja. Ja. En dan sta jij onder en jij staat boven. Bijna goed. Ze vragen wel ook vaak of het andersom kan. Dus het is niet heel onverwacht dat je dit zegt. Ja. Nee. Maar meestal zeggen we, ja, dat kan. Dat kan. Want ik kan op haar schouders staan. Ze is heel sterk. Ja, kan het andersom? Ja, dat kan. Zeker. We doen het niet in de voorstelling, nee. Maar het kan nee? wel. Ik wil het wel even zien. Voor de tv. Nee, komt ie. Ja, dat zie je. Nou, sterk, hè? Is dit nou de vervulling van een meisjesdroom? Bij de finale dan spelen de clowns op de trompetten, ja. En dan zitten wij allebei in onze mooie roze-groene opgepofte jurk in de piste. En dan kijk ik wel eens naar het publiek en dan realiseer ik me soms even heel bewust van... Oh ja, dit was wel ja. Wat ik vroeger toen ik 7 was en zelf naar het circus ging, dat ik dacht, oh, dat wil ik ook. En dat doe ik nu wel, dus dat is echt wel, ja, zeker wel een droom die uitkomt. Leert elkaar wel goed kennen. Is er dan nog wel ruimte voor een andere relatie dan? Ik heb nu geen andere relatie, maar... Nee. Er zou weinig. Het is lastig, want iemand kan wel even komen logeren, maar ja, we slapen hier eigenlijk altijd met z'n tweeën. Is dat bij jou wel gelukt, Jasmijn? Ja, ik ben wel een soort van met iemand, ja. Oké. Okay. Er is geen angst als jullie naar binnen gaan. Je leeft er ook mee met het feit dat er altijd iets mis kan gaan. Maar je leeft niet met een doodsangst? Nee hoor. Nee dan zou het dan zou je niet, zou je niet kunnen optreden iedere dag. En dan zou het publiek ook mee. Succes! Nee. Oh, jij moet.